Hallo en welkom in deze nieuwe podcastaflevering. Vandaag spreek ik met Linda Steg. Welkom Linda. Dank voor de uitnodiging. Ja, en de uitnodiging is tot stand gekomen mede door Rijn-Jan Renes. Hij adviseerde mij met jou in gesprek te gaan op dit onderwerp. En het onderwerp, zoals ik het zie, zoals ik Rijn-Jan vaak zie posten op LinkedIn onder andere, is hoe we als mens op dingen reageren en met het specifiek op het gebied van klimaat. Ja, maar ook wat mensen willen en kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan en zich te beschermen tegen de gevolgen die al optreden. Ja, en dan begin ik maar gelijk, want voor duidelijkheid, dit is de videoversie. De audioversie heb ik een korte intro vooraf, hè, waar ik jou zelf introduceer. Dus ik heb nooit een introductie in het gesprek zelf. Maar om maar gelijk met de deur in huis te vallen, want we hebben het over wat je als invloed als mens zelf kunt hebben. Hè? Ja. En tegelijkertijd zijn er zeg maar een 100 grote bedrijven in de wereld die echt het allermeeste vervuilen. Dus we zouden ook kunnen zeggen, ja, dat is mooi dat we als mens zelf een aantal veranderingen moeten doen. Maar als we bij de overheid regels neerleggen voor die bedrijven en de dingen anders organiseren, dan hebben we eigenlijk veel meer impact. Ja, Hoe zie je dat? nou, uit de IPCC-rapporten blijkt ook dat het eigenlijk niet meer een kwestie is van of-of. Het is en-en. Iedereen zal iets moeten doen als we met z'n allen besluiten om klimaatverandering tegen te gaan en de temperatuurstijging wereldwijd tot 1,5 graden te beperken. Dus dan moeten ook mensen hun gedrag aanpassen. Maar het hangt ook allemaal met elkaar samen natuurlijk. Want wat wij kunnen doen of willen doen, hangt ook af van de keuzes die bedrijven en overheden maken. Het beleid dat wordt gevoerd heeft invloed op hoe aantrekkelijk duurzame en niet duurzame keuzes zijn, bijvoorbeeld. Maar het belangrijkste punt is, iedereen zal iets moeten doen als we klimaatverandering willen tegengaan. En ik als individu kan niet zoveel doen, of jij als individu. Ja, je kunt van alles doen, maar dat heeft niet zo heel veel impact. Maar als collectief, als we met z'n allen die keuzes maken, hebben we wel een substantiële impact. Ja, en dat is lastig vanuit mijn perceptie. Als ik ook jouw TED-talk gevolgd, dan geef je de percentages weer van hoeveel mensen in de maatschappij zeg maar iets willen doen aan die verandering. En dat is een heel groot deel die dat wil. Ja. Maar van de week bijvoorbeeld waren de onderzoeksresultaten in het nieuws over dat de mensen die hard roepen, de hoogopgeleiden, over dat we iets moeten doen, eigenlijk zelf het minste doen. Er zit nog wel een verschil tussen dat mensen het willen en Ja. ook werkelijk actie ondernemen. Ja, dat heeft verschillende redenen. Met hoge inkomensgroepen is het natuurlijk zo, die hebben gewoon veel meer geld te besteden. En die kunnen dus ook veel meer geld besteden aan vervuilende dingen. Dus die wonen in grotere huizen, hebben grotere auto's of meer auto's, rijden meer, vliegen meer. En daardoor heb je een veel grotere impact. Mensen met lagere inkomens kunnen heel veel van die dingen zich niet veroorloven en hebben dus ook een veel lagere milieu-impact. Dus dat is één kant van het verhaal. Dat wil niet zeggen dat die hoge inkomensgroepen niets doen. Misschien kopen die wel veel meer biologische producten of ecoproducten, maar daarnaast doen ze ook heel veel dingen die vervuilend zijn. Een ander belangrijk punt is dat er de samenleving nog steeds zo is ingericht dat niet duurzaam gedrag niet altijd makkelijk is, of zelfs heel duur of ongemakkelijk of onplezierig is. Dus als je besluit op bijvoorbeeld naar Barcelona te gaan, dan is het veel sneller en meestal veel goedkoper om te vliegen dan om de trein te nemen. Dus de prikkels staan ook nog heel vaak de verkeerde kant op. Dus dat betekent ook dat als je duurzaam gedrag wilt stimuleren, dat je ook bedrijven en overheden ander beleid en andere keuzes moeten maken om mensen te helpen om te handelen in overeenstemming met wat ze belangrijk vinden. Ja, en vanuit mijn perspectief, dat is dus een lastig element. Want, en ik snap de en-en, superduidelijk. Ja. Hè? Het is bedrijf, het is overheid, het is de Ja. individu. Hè? Ja. En, maar bijvoorbeeld dit voorbeeld van Barcelona. Ik ga, als het goed is, in juli naar Zwitserland. En dat is een treinreis van bijna 10 uur. Dus vliegen lijkt sneller, want de vlucht aan zich is
weet ik veel, 1,5 uur, ik weet niet eens, maar zeg maar 1,5 uur voor het gemak. Maar ja, daarvoor moet ik wel eerst naar een vliegveld. Dan moet ik veel vroeger zijn. Hoe ga ik naar het vliegveld? Ga ik met de auto, ga ik met de trein? En dan kom ik op een vliegveld aan, wat waarschijnlijk ergens ver buiten de stad ligt. Dan moet ik daar weer. Dus ook daar zit allemaal tijden in verstopt. Als je kijkt naar die prijzen, want het treinticket, als ik dat nu op tijd bestel, nu voor jullie, dan kan ik best nog wel een aantrekkelijke prijs. Want dan kan ik een kaartje kopen voor, ik dacht, €70 enkele reis. En dus heb je een retourtje voor zeg maar €140. Ik verwacht, ik heb niet onderzocht, want ik wil niet met de vliegtuig, maar ik verwacht dat het met de vliegtuig ongeveer vergelijkbaar zal zijn. Dus je kan natuurlijk als overheid. En zeker in Europa, want in zo'n treinrit als deze, dan ga ik van Nederland tot Duitsland naar Zwitserland. Dus als je in Europa dit soort dingen organiseert, kun je best wel dingen, maatregelen voor treffen. Bijvoorbeeld, ik maak de treinreis heel eenvoudig, dat je heel eenvoudig een ticket kunt bestellen en dat die overgangen goed verlopen. En dat de belasting op kerosine bijvoorbeeld voor vliegtuigen gewoon een normale belasting wordt. En Ja. dat die vluchten niet nep goedkoop zijn. Ja. Maar hoe krijgen we dan die overheid zover? Want daar is dus blijkbaar te weinig geluid voor van individuen. Ja, nou, dat is een hele goede vraag. We beginnen nu ook steeds meer onderzoek te doen naar wat mensen in hun rol als overheidsfunctionaris of als werknemer in een bedrijf willen en kunnen doen. Want inderdaad, waarom gebeurt dat niet? Nou, ik kan verschillende redenen daarvoor aanreiken. Eén is dat overheden, mensen in overheden heel vaak onderschatten wat mensen willen. Dus ik vraag heel vaak in mijn presentaties van hoeveel mensen geloven dat klimaatverandering niet optreedt. Hoe groot is draagvlak voor beleid? Hoeveel zorgen maken mensen zich over klimaatverandering bijvoorbeeld? Hoe belangrijk vinden mensen natuur en milieu? En dan zie je dat het heel vaak wordt onderschat. En dat komt denk ik mede omdat in media heel veel aandacht is voor het negatieve. En dat mensen die tegen iets zijn, die ja, weerstand tegen iets hebben, veel luider zijn in het debat. Die roepen veel harder. Die zijn eerder, je bent eerder geneigd te demonstreren tegen iets dan voor iets. Dus dan onderschatten ze hoe groot het draagvlak is voor beleid. En dat zie je keer op keer. Want er worden allerlei beslissingen in de politiek genomen. Onder het mom vaak van ja, maar de bevolking wil het niet, het draagvlak is er niet, terwijl de data laat zien dat er wel heel veel draagvlak is. Dus ze zouden veel beter moeten kijken naar wat er echt leeft onder het publiek en niet alleen maar kijken naar wat je op sociale media langs ziet komen, want dat zijn de tegenstanders die hard roepen, die daar heel prominent aanwezig zijn. Dat is één ding. Een ander ding is natuurlijk dat beleid niet alleen maar wordt gebaseerd op wat het publiek vindt en denkt, of wat de politiek denkt wat het publiek zou willen, maar er wordt ook heel veel gelobbyd. En de vested interest, dus de bedrijven die belang hebben bij het huidige systeem, die lobbyen heel sterk om dat systeem in stand te houden. En daardoor, ja, zijn er nog steeds allerlei prikkels in ons huidige systeem die niet duurzaam gedrag stimuleren, zoals lage btw-tarieven voor vliegtickets, maar gaat ook bijvoorbeeld heel veel subsidies nog naar de landbouw, waardoor bijvoorbeeld vlees en zuivel nog relatief goedkoop is. Dus dat soort prikkels zitten daar ook, omdat er gewoon allerlei partijen daar heel sterke belangen bij hebben. Dus als we die transitie willen maken, moeten we niet alleen kijken hoe kunnen we het duurzame stimuleren, maar ook hoe kunnen we het niet duurzame afbouwen. En welke prikkels zitten er nu nog in het systeem dat het niet duurzame gedrag heel erg stimuleren? Er zitten nu een aantal gedachtenlijnen in mijn hoofd om te kijken wat wil ik er nou verder onderzoeken. Want ik denk aan die luide stem. Hè, dus bijvoorbeeld het boekje Uit de Shit. Dat is een heel interessant boek wat gaat over het effect, of het moet zeggen, de impact van boeren in Nederland. Maar ook dus hoeveel geluid er van die boeren komt. En in verhouding tot de bijdrage aan ons bruto nationaal product bijvoorbeeld, als je al geïnteresseerd bent, moment. Dan is het bijzonder dat zo'n kleine groep mensen zoveel
weerstand weet op te wekken in de maatschappij, in de politiek. Dat een partij als de BBB zo groot kan worden, bijvoorbeeld daardoor. Dat is heel bijzonder als je kijkt naar wat ze werkelijk aan waarde leveren aan de mensen in Nederland. En, dus, en tegelijkertijd hoeveel schade ze toebrengen aan ons ecosysteem waarin we met z'n allen leven. Ik vind dat heel bijzonder. Ja, nou en dan ook is daarbij ook nog, het is niet zo dat alle boeren protesteren. Er zijn heel veel boeren die willen ook heel graag die transitie wel doormaken. Maar ze zitten ook vast in het huidige systeem. Het is heel moeilijk om de overstap te maken naar duurzame landbouw. Dan krijg je bijvoorbeeld niet de lening die je zou willen. Het is lastig om die transitie te maken. Dus daar moet je die boeren ook bij helpen. Dus je moet niet alleen maar zeggen. Ja, zo, jongens, het mag nu zo niet meer zoals het nu gebeurt. Het moet anders, maar dan moet je ook zorgen dat er voldoende steun is en voldoende, dat de boeren voldoende mogelijkheden hebben om die verandering door te maken. Ik ben een enorm fan van Catherine Hayhoe. Dat is iemand die veel onderzoek doet, een professor op klimaat. En zij heeft een interessant boek geschreven, dat heet Saving Us. En dat is een mooie tegenhanger van Saving the Planet bijvoorbeeld. Want Saving the Planet, dat is wat iedereen zegt, maar de planeet gaat wel door. Want het gaat dus over het redden van de mensheid. Want daar draait het uiteindelijk om. En zij zegt in haar verhalen telkens weer, het belangrijkste wat wij kunnen doen om aandacht te krijgen voor klimaat, is erover met elkaar in gesprek gaan. Ja. Over praten. En ik denk dat, ik hoor dat ook bij jou. En daarom zei ik, ik had die verschillende gedachtenlijnen net. Maar als je niet over praat, en dan verandert bijvoorbeeld die publieke opinie niet. Hè? Dus dan begrijpt de overheid niet precies wat wij willen. Of dan krijgen die lobby steeds meer aandacht in plaats van het gesprek van juist de grootste gemene delen, de burgers. Wat zie. En ik zat ook eens te denken aan dat kaartspel wat ik had gezien bij jullie, wat jullie ontwikkeld hadden. Wat zie jij, hoe zouden we dan in Nederland bijvoorbeeld dat gesprek kunnen stimuleren met elkaar? Ja, nee, het is een heel goed punt, want we kunnen dus niet alleen maar helpen om de duurzame transitie te realiseren door duurzaam gedrag te vertonen. Maar ook door er bijvoorbeeld over te praten of door te demonstreren. Ja, je ziet dat de demonstraties van Extinction Rebellion wel invloed hebben. Door milieuorganisaties te steunen, die bijvoorbeeld de rechtszaken aangaan tegen Shell. Dat wordt ook gesteund door middels geld van het publiek. Maar ook door er met elkaar over te praten. En dat is vooral belangrijk, omdat, wat ik net zei, mensen onderschatten heel vaak wat de bereidheid van anderen is om bij te dragen aan een duurzame transitie. Dus we denken dat anderen natuur en milieu minder belangrijk vinden. We denken dat anderen milieubeleid helemaal niet zo belangrijk vinden. En dat komt mede omdat we daar ons niet over uitspreken. Dus dan ga je vanuit, dan is jouw enige informatiebron wat je hoort in de media of wat je ziet op social media. En daar zijn de tegenstanders juist heel prominent aanwezig. Dus door erover te praten, krijg je meer het idee, oh, ik ben niet de enige, anderen doen het ook. Wat jou kan motiveren om ook iets te doen, want dan heeft je bijdrage meer zin. En daarnaast laten we ons gedrag ook beïnvloeden door wat we anderen zien doen en dat wat we denken dat anderen doen. Omdat we ook groepsdieren zijn. We willen sociale goedkeuring hebben. Of we denken als anderen het doen, zal het wel een goede keuze zijn. Dus door erover te praten maak je duurzaam gedrag ook normaler, waardoor het vanzelfsprekender wordt dat anderen het ook gaan doen. Ja. En als anderen het weer gaan doen, gaat het systeem ook veranderen. Hè? Dat zie je nu bijvoorbeeld met de dierlijke eiwitconsumptie. Het wordt steeds makkelijker om vegetarisch of veganistisch te eten, want er zijn veel meer producten beschikbaar in supermarkten. Er zijn allerlei restaurantjes, specifiek veganistische restaurants, maar het is ook heel normaal om een veganistische of vegetarische optie op een menu te hebben. Er zijn veel meer kookboeken om die mensen te laten zien hoe je zo'n maaltijd kunt bereiden. Dus als er meer mensen zijn die deze keuzes maken, wordt het ook makkelijker voor anderen om die keuzes te maken, omdat het systeem anders wordt ingericht, zodat je makkelijker die keuzes kunt maken. Ja, en ik zag daar van de week dus een opmerking over op Blue Sky. Dat is een soort variant als Twitter, maar dan open source meer gedachten. En
Het bijzondere hierin, wat ik daarin zag, was als iemand die je kende, die graag kookt, die had het dus over die vleesvervangers en dat daar dus zoveel bewerkte producten zijn, dat er zoveel slechte stoffen in zitten. Ja. En zij zegt erop, en ik ga liever dan af en toe voor een biologisch stuk vlees, dan, want ik denk niet dat die vleesvervangerproducten zo gezond zijn. Dus dan zie je dat ook op zo'n manier eigenlijk publieke opinie wordt beïnvloed met dat soort speldeprikjes waarvan je niet eens zeker weet of het wel klopt. Hè? Dus Ja. ja, natuurlijk, als je bewerkt product hebt, dat is niet gezond voor je. Je kan beter gewoon echte natuurlijke producten eten. Dat is helder. Maar waarom zouden we allemaal vleesvervangende producten moeten eten? Precies. Ja, dat is ook een heel belangrijk punt. Maar dat is wel als je gewoon niets weet over vegetarisch of veganistisch eten, dan heb je waarschijnlijk de neiging om iets te zoeken wat jouw vlees op je bordje vervangt. Maar mensen die vaak vegetarisch, veganistisch koken, die eten heel vaak helemaal geen vleesvervangers meer, want die koken gewoon op een andere manier. Die eten meer peulvruchten of granen, dus die komen op een andere manier aan hun eiwitten. Maar dat betekent wel dat het dus duidelijk moet zijn voor mensen hoe een gezonde veganistische of vegetarische maaltijd eruit kan zien. Er zijn verschillende experimenten geweest die hebben laten zien dat als je bijvoorbeeld een vegetarisch-veganistische maaltijd als een default, dus als de standaard, de dish of the day, een maaltijd van de dag, aanbiedt in een kantine bijvoorbeeld, een bedrijfsrestaurant, dat die optie veel vaker gekozen wordt. Omdat mensen denken, ja, default, dat zal wel goed zijn, dus dat pakken ze gedachteloos. Maar dat is wel een goede manier om mensen te laten ervaren hoe lekker vegetarisch of veganistisch eten kan zijn. Ja, en daar hadden we het bijvoorbeeld ook over het boek van Sander Schimmelpenning. Sander en de Brug heet dat boek. Daar beschrijft hij een aantal mogelijkheden om een transitie te maken als maatschappij. En het gaat niet speciaal over het klimaat. Het gaat gewoon überhaupt als, of vanuit een klimaat, of weet het, een kapitalistische omgeving naar een veel betere toekomst te werken. Een van de elementen die dit over heeft is bijvoorbeeld de lunch op school. Ja, want er zijn kinderen die dus gewoon in de maatschappij die honger hebben, omdat ze gewoon thuis te weinig geld hebben om een goede voeding mee te geven aan die kinderen. En die lunch, die kun je dus vegetarisch of veganistisch maken, waardoor dus eigenlijk bij die kinderen al van. Ja. En dus bij die kinderen zal het veranderen, maar omdat die kinderen het mee naar huis nemen, zal ook het gedrag in huis veranderen. Want dat is ook al onderzocht, hè? Als je bij die kind dat meeneemt, dan gaat het gedrag bij de ouders ook anders worden. Ja. Dus ik denk dat een interessant startpunt is. Maar ja, je hebt natuurlijk in Nederland een vrij actieve lobby van boeren die dit soort initiatieven redelijk snel om zeep weten te helpen, is mijn Ja. inschatting. Ja. Ja, dus dat maakt dus weer duidelijk dat je dus niet alleen bij de consument iets moet doen, maar dat je ook aan de andere kant, aan de lobbykant, iets moet doen. Terwijl er is ook wel onderzoek wat laat zien dat de landbouw, als we de transitie maken dat we echt meer veganistisch en vegetarisch gaan eten, dat we nog steeds een heel gezonde, goede landbouwsector in Nederland kunnen hebben. Maar het betekent wel dat het op een andere manier is ingericht dan nu. En dus daar zijn altijd, als je een transitie hebt, zijn er winnaars en verliezers. En je moet dus goed nadenken wat je kunt doen om die verliezers te steunen als dat nodig is. Ja, de huidige winnaars willen natuurlijk gewoon niet verliezen. Dat is dat, en Ja, die hebben al zoveel geld, dus dat, en die willen daar niet van af. Dat is een beetje natuurlijk het hele grote issue. En met dus dat vele daarom geld moet hebben je. ze veel macht ook gewoon. Ja, dus daarom moet je daar ook echt naar kijken. Ja. Ja. Je hebt heel veel dingen gedaan. Ja, laat ik eens even gewoon naar je werk informeren. Hè? Dus je bent professor in Groningen, op de Universiteit van Groningen. Daarnaast heb je heel veel nevenfuncties. Maar als professor, om jouw werk wat beter te begrijpen. Ik praat niet zo vaak met professoren, voor duidelijkheid. Maar geef je dan ook gewoon nog les? Ik geef ook colleges. Ja. Ja. Maar hoe zit dan die verhouding tussen onderzoek wat je doet met vakgenoten over de wereld en colleges geven? Hoe verhoudt zich dat? Nou, ik doe nu heel veel dingen ook extern. Ik zit bijvoorbeeld in de Wetenschappelijke Klimaatraad. Ik ben betrokken bij het Klimaatonderzoeksinitiatief Nederland. Dus ik geef op dit moment minder onderwijs dan gangbaar. Maar de gangbare verdeling binnen psychologie,
waar ik de mijn vakgroep, is dat mensen 55% onderwijs geven en 45% onderzoek. En dat kan veranderen als iemand gewoon externe gefinancierde projecten of functies heeft. En dit is denk ik een interessant punt, hè? Je zegt extern gefinancierd. Want wie financiert dan die externe projecten? Want dat is natuurlijk vaak een discussie bij onderzoek om te kijken, is het werkelijk een betrouwbaar onderzoek? Want als er een financier aangekoppeld is die er maar belang heeft, dan zit er al vaak die belangenverstelling achter. Ja, nou heel vaak worden projecten die wij hebben gefinancierd door de NWO, dus de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Dus dat is gewoon de onderzoeksfinancier in Nederland onafhankelijk. Of door de Europese Unie, die heeft ook allerlei onderzoeksprogramma's. Maar we hebben wel heel vaak projecten die we samen met bedrijven doen. Of zelfs alleen in opdracht van bedrijven. Dat komt niet zo vaak voor trouwens. Maar wat we daar altijd afspreken, gewoon contractueel ook, is dat wij onafhankelijk onderzoek doen. Dus wij bepalen waar het onderzoek uiteindelijk over gaat. En wij bepalen wat er over gepubliceerd wordt. Als die afspraak niet van tevoren kan worden gemaakt, dan doen wij dat onderzoek niet. Jouw werk in, want jij hebt in de laatste twee IPCC-rapporten meegewerkt als hoofdredacteur. Hoe wordt dat dan gefinancierd? Waar komt dat vandaan? Ja, nergens, het is vrijwilligerswerk. Oké. Ja, en dat, ja, dat betekent een forse investering van alle mensen die, en er zijn heel veel auteurs bij betrokken, maar dat doet iedereen op vrijwillige basis. En dat is ook echt onafhankelijk onderzoek, want er wordt ook heel erg gecontroleerd. Dus iedereen wordt geacht niet alleen dingen op te schrijven zoals wat past bij jouw visie, maar je moet alle geluiden uit de wetenschap aan bod laten komen. En het wordt ook zo uitvoerig gereviewd. Er is niets wat zo uitvoerig is gereviewd in mijn leven dan dit soort dingen. Bijna op elk woord wat je schrijft krijg je ongeveer feedback. Dan echt heel veel. En je krijgt dus heel veel feedback, maar je moet ook aangeven hoe je die feedback hebt gewerkt. En alles wordt openbaar gemaakt. Dus dat is, ja. Soms is die feedback wel sturend. Hè. Er zitten ook lobbygroepen die bepaalde zinsneden willen veranderen. Maar dan kun je gewoon als auteur aangeven, nou, dat doe ik niet, want dat is niet in overeenstemming met de literatuur. Maar wordt wel allemaal openbaar gemaakt. Dus dat is echt onafhankelijk. Dus als een lobbypartij een suggestie doet voor een correctie, dan is dat ook openbaar. Ja. Wat was voor jou de motivatie om deze extra taak op je te nemen? Nou, de eerste keer, dat was bij het anderhalve graden rapport, heette dat. Dat was erop gericht om na te gaan of het uitmaakt dat we de temperatuurverandering op aarde beperken tot anderhalve graden in plaats van twee. Daar werd ik gevraagd of ik dat wilde doen. En toen heb ik het overlegd met mijn groep van ja, wel interessant, maar betekent extra werk. En toen zei iedereen, nee, dat moet je doen en dat lossen we samen wel op. Dus ik heb hele fijne collega's, hè, dat merk je. Dus heb ik dat toen gedaan, omdat ik ook dacht, ja, het is wel belangrijk om ook aandacht te hebben voor dit perspectief. En in het anderhalve graden rapport waren er nauwelijks gedragswetenschappers betrokken. En daarvoor ook nauwelijks. Dus het was ook een van de eerste keren dat dit een prominente plaats kreeg. En het andere rapport, gewoon een assessment report heet dat. Dus gewoon gangbare rapporten die ze elke 6 jaar, geloof ik, uitgeven. Daar waren veel meer gedragswetenschappers en sociale wetenschappers bij betrokken. Ja, maar toen dacht ik, ja, ik weet het nu al, ik snap nu zo goed hoe het werkt. Ik kan nog wel een keer. Want wat is volgens jou dan het effect geweest van jouw werk en het werk van gedragspsychologen op dat eerste rapport van die anderhalve graad inzichten? Nou, wat bijvoorbeeld heel erg een prominente rol heeft gespeeld in de communicatie vanuit de IPCC, is een van de dingen die we hebben benadrukt, dat acceptatie van beleid, dat het niet alleen maar afhangt van het feit of jij denkt dat je er ook beter van wordt of slechter van wordt. Maar dat het ook heel veel te maken heeft met rechtvaardigheid. Dus zijn de kosten en baten eerlijk verdeeld over groepen?
Of is de besluitvorming open en transparant geweest? Nou, dat is iets wat heel uitgebreid gecommuniceerd is. Nu met het laatste rapport is er ook heel veel aandacht voor gedrag geweest. Door ook te laten zien welke dingen maken nu, kun je als consument nu echt doen die een grote bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het probleem. Dus, en het meer in het algemeen kan ik zeggen dat er ook vanuit de lidstaten veel behoefte was aan dit soort kennis. Want ze zeiden, ja, we weten dat klimaatverandering optreedt. We weten ook vrij goed wat de consequenties zijn. Je kunt altijd nog meer onderzoek doen en beter weten. Maar dat is redelijk goed in kaart gebracht. Maar een hele belangrijke vraag is, hoe krijgen we die transitie dan voor elkaar? En dan heb je sociale wetenschappers, gedragswetenschappers, economen, politicologen nodig om te helpen die vraag te beantwoorden. Ik ben zelf aan het kijken, en wat ik al zei, mede naar aanleiding van dat verhaal van Saving Us, van Catherine Hayhoe, is echt gesprekken organiseren rondom klimaat. Niet eens per se klimaat, overigens, gewoon over onderwerpen die waar veel discussie over is. Onderwerpen die lastig zijn in het publiek, omdat vaak mensen er te weinig van af weten, omdat er een beperkte groep een mening over vormt en daar heel veel een stempel op drukt. Ja, dus ik noem dat dan de florerende toekomstgesprekken. Dat is de naam die ik voorlopig heb gekozen. Ik wil dat graag in Doetinchem starten. Het is een hele persoonlijke vraag die ik nu stel met persoonlijk interesse. En dus dat is wat ik graag wil opstarten. Ik zou heel graag dit jaar het eerste gesprek in Doetinchem willen organiseren. Met burgers en verschillende mensen die verschillende invalshoeken geven op een onderwerp. Het onderwerp weet ik nog niet, maar dat komt dan vanzelf wel. Wat is volgens jou, wat zou ik moeten doen om dit te laten slagen? Nou, ik denk dat je vooral mensen de gelegenheid geeft om hun mening te geven, om hun mening te delen. Dat overigens is het zo dat heel vaak wordt gedacht dat er te veel polarisatie plaatsvindt over klimaat. Hè? Je hebt hele felle tegenstanders en hele felle voorstanders. Maar als je naar de data kijkt, naar publieke opinies, dan blijkt dat heel erg mee te vallen. Het is eigenlijk gewoon wat we altijd zien met opinieonderzoek, een normale verdeling. Dus aan de uiteinden, de extreme, zitten een kleine groepjes. Maar de meeste mensen hebben gewoon een vrij gemiddelde mening. Alleen, ja, de mensen aan de uiteinden, waar we het net ook over hadden, die zijn gewoon veel dominanter aanwezig in het debat. Dus dat wordt vaak overschat dat er de meeste mensen maken zorgen over klimaatverandering, vinden dit een heel belangrijk onderwerp en willen daar ook wel iets aan doen. Ik was onderdeel van een expertteam energiesysteem, die de minister heeft geadviseerd over het toekomstenergiesysteem. En in het kader daarvan hebben wij een zogenaamde inwonerraad georganiseerd. Dat sluit wel aan bij wat jij wilt doen. Er zijn mensen uit heel Nederland random aangeschreven, wil je meedoen? Vier zaterdagen lang bij elkaar komen om aan te geven wat volgens jullie belangrijk is in het toekomstig energiesysteem. Nou, het was een heel gemêleerde groep, dus het was heel goed gelukt om allerlei typen mensen aan tafel te krijgen. En wat ik heel erg treffend vond, is dat de adviezen die ze uiteindelijk hebben gegeven en ook persoonlijk hebben overhandigd aan Jetten, die het zelf ook onze minister van Economische Zaken en Klimaat, die vond dit ook heel belangrijk. Maar de adviezen die zij gaven kwamen heel erg overeen met de adviezen die wij als experts gaven. Dus als je mensen bij elkaar zet, hun vraagt naar wat ze belangrijk vinden, hun laat overleggen over wat zij denken wat er moet gebeuren, komen ze tot heel goede voorstellen en helemaal niet alleen maar voorstellen die hun eigen belang zou dienen. Ja, dat lees je ook over in het boekje En nu is het ons, van Eva Rovers, over burgerbaarheid. Dus Ja, dat is echt ja. een aantal verschillende voorbeelden die ze ook schetst, dat heel duidelijk naar voren komt. En zij laat dan zien, bijvoorbeeld als je een goed burgerberaad hebt, dan heb je ook experts op het vakgebied die verschillende standpunten, en daarom had ik die experts erbij gehaald. Maar jij zegt eigenlijk, zit die expertise al wel in de burgers? En komen ze gezamenlijk wel tot een standpunt wat lijkt op wat experts ook geven?
Ja, nou, mijn collega Gora Pellafiuccioote, die doet ook al heel veel onderzoek naar burgerraden. Eva en Gora waren ook betrokken bij het opzet van een inwonerraad trouwens. Die zegt ook altijd, ja, je moet niet mensen bevragen in een rol als expert. Doe net alsof jij de minister bent en wat zou jij doen. Maar de waarde van een burgerraad is juist om mensen te bevragen in hun rol als burger. Want dat is waarom jij hun mening wil. Je wil niet dat ze net doen alsof ze de minister zijn. Nee, wat vinden jullie belangrijk? Hoe zou de toekomst in Nederland volgens jullie uit moeten zien? Wat zijn belangrijke zorgen en hoe kunnen we die adresseren? En daarvoor is het niet nodig dat ze alle details weten over het klimaatsysteem of dat ze precies weten hoe de economie in elkaar zit. We moeten vooral weten wat hun drijft en wat ze belangrijk vinden. Oh, dat is wel waardevol. Die ga ik zeker meenemen. Dat is interessant. Ja, je moet met Goda praten. Die heeft een hele goede idee. Ja, dat is een goede Ja. tip. Dus dan gaan we kijken of ik daar ook een gesprek mee kan aanknopen voor de podcast. En ik ben zelf niet alleen met klimaat bezig, maar überhaupt gewoon met gedrag. Het gedrag van mensen. Dus ik ben erg geïnteresseerd in gewoontes. Gedrag en proberen om mensen, en in mijn geval vooral ondernemers, gewoontes aan te leren waardoor ze bouwen aan een betere toekomst, zoals ik dat zelf omschrijf. Dus ik heb zelf de drang om de sociale en ecologische ongelijkheid terug te dringen. En ik doe dat dan onder andere via ondernemers om hen te helpen om hun lange termijn doelen naar voren te halen. Omdat de waan van de dag nou eenmaal altijd de dingen overneemt. Ja. Jij doet veel onderzoek. Hoe zie jij het gedrag? Wat zijn fundamentele dingen die jij ziet in je onderzoek? Wat jij vaak naar voren ziet komen over gedrag? Nee, wat je zegt over gewoontes, eerst daarover, het is wel belangrijk om daar ook naar te kijken, want wij hebben heel veel gewoontes en dat is ook maar goed ook, want als we over alles wat we op een dag doen bewust zouden nadenken, dan zouden we niet kunnen leven, hè, als je kijkt welke handelingen je allemaal per dag doet. Dus gewoontes zijn een heel efficiënte manier om keuzes te maken. Maar ze zijn niet altijd functioneel. Dus als je erin slaagt om een slechte gewoonte om te zetten in een goede gewoonte, dan ben je heel goed bezig. Want dan is de kans heel erg groot dat mensen het blijven doen. Dus dat is goed om naar te kijken. Maar een gewoonte ontstaat vaak vooral als je een keuze maakt en als die keer op keer positieve gevolgen heeft. En als dat eenmaal het geval is, dan ga je niet meer nadenken over een keuze. En dan denk je ook niet meer na, is dit nog wel steeds de beste keuze? Dus dan moet je eerst de gewoonte doorbreken en dan moet er iets meer ingrijpends gebeuren, zodat mensen weer na gaan denken over, oh, is dit nou de goede keuze of niet? Maar wat bepaalt nu onze keuzes? Heel vaak wordt gedacht, mensen zijn puur gedreven door eigenbelang. Ze doen dingen omdat ze leuk zijn of profijtelijk. Maar het belang van anderen wegen ze niet mee in hun beslissingen. En dat is veel te kort door de bocht. Het blijkt uit onderzoek in allerlei domeinen, maar ook in het milieudomein, dat mensen niet alleen maar gedreven zijn door eigenbelang. Mensen maken zich ook zorgen over het welzijn van andere mensen en over de kwaliteit van natuur en milieu. En naarmate dat belangrijker is in hun leven, dus naarmate dat een belangrijker doel is in hun leven, zijn ze meer geneigd om duurzame keuzes te maken. Bijvoorbeeld in de COVID-situatie hebben we gekeken wat drijft mensen nu om zich te houden aan alle regels die toe werden opgesteld, hè, afstand houden, handen wassen, et cetera. Dat was niet zozeer omdat mensen dachten, oh, mijn gezondheid is in gevaar, maar vooral, ik maak me zorgen om de gezondheid van kwetsbare mensen. En daarom hielden mensen zich aan de regels. Dus we vinden het welzijn van anderen en de kwaliteit van natuur en milieu belangrijk. En handelen daar ook naar. Maar niet altijd, want soms is het gewoon heel kostbaar. Of denken we in ieder geval dat het heel kostbaar is, hè? Dus er zijn ook mispercepties. En daarom doen we toch iets wat niet altijd ten bate komt van anderen of het milieu. En in die situaties moet je dus zorgen dat de duurzame keuzes ook voldoende aantrekkelijk is. Ik denk bijvoorbeeld aan, hè, dat je de trein pakt in plaats van de auto.
Dat is, dat is een goede keuze, hè? Maar dat je dan een vertraging oploopt op de trein. Hè, ik zie dat wel eens gebeuren in de sociale media. Dan zegt ze, dan ga ik een keer met de trein, heb ik uiteraard weer vertraging. En dan denk ik, maar al die keer dat je in de auto in de file stond, daar hoor ik je niet over praten in dat Ja. moment. Hè? Dus het gemak van je auto pakken op dat moment is blijkbaar groter dan de trein. Hetzelfde zou zijn bijvoorbeeld, ik pak eens 3 keer de fiets in plaats van de auto en die 3 keer regent het. Nou, dan wordt het natuurlijk Ja. heel ingewikkeld om die fiets te blijven pakken. Dus je moet ook een beetje geluk hebben, denk ik dan. Ja, met het regen op de fiets, dat valt reuze mee. Nee, dat weet ik ook. Ik fiets heel veel. Heel lang woonde ik buiten de stad, fiets ik altijd naar het werk. De keren dat ik mijn regenpak aan had, dat viel heel erg mee. Maar dat heeft wel te maken met mispercepties. Dus we denken dat het altijd regent. We denken dat de trein altijd vertraging heeft en met de auto niet. We denken dat de trein heel duur is en de auto niet. Dat is ook zo, dat laatste, als je alleen maar kijkt naar je directe kosten. Maar als je kijkt wat je per jaar aan je auto uitgeeft en wat je kwijt zou zijn aan een NS-abonnement bijvoorbeeld, dan ben je goedkoper uit als je altijd met het openbaar vervoer reist. Ja, En want leren mensen dat heel vaak niet, omdat ze niet alle kosten meenemen in hun overweging. en dan moet je nog realiseren, hè, dat de auto staat gewoon iets van 95% van de tijd gewoon stil. Hè. Dus een auto staat het grootste deel van de tijd stil. Al die materialen voor die auto zijn geworven. Dus al die tijd is ingestopt om die auto te maken. Dus heel veel materiaalverbruik, die we eigenlijk niet meer hebben, zo'n beetje. Die staat allemaal daar continu stil. Alleen op het moment dat je rijdt, wat echt minder dan 5% is voor de meeste, dan heb je er profijt van. Terwijl als je een trein bouwt, heb je ook heel veel materiaal voor nodig, en rails natuurlijk ook. Maar dat ding rijdt altijd, er gaan altijd mensen met die trein. Dus dat is een groot verschil. En het bijzondere waar ik ook een beetje probeer naartoe te schrijven is, nu zie je dus een gedragsverandering met mensen gestimuleerd door subsidies om een elektrische auto te kopen. Dus de overheid subsidieert die gedragsverandering, dat we elektrische auto's met een andere energiebron kiezen, omdat de olie opraakt, of niet goed is voor het milieu, laten we het even zo zeggen. En apart is natuurlijk dat eigenlijk veranderen dus niet ons vervoersmentaliteit, maar veranderen alleen maar de brandstof van de auto, terwijl eigenlijk is het nog steeds een heel slecht product om ons te verplaatsen. Ja, de impact van als iedereen een elektrische auto zou rijden in plaats van een fossiel aangedreven auto, dan hebben we nog steeds een groot probleem, want zoveel grondstoffen zijn er niet. Dus we zullen ook het hele vervoerssysteem moeten veranderen. Dat hebben we ook als expertteam energie aangegeven. En vooralsnog is ja, de samenleving heel erg ingericht op autogebruik. Het is heel normaal dat iedereen zijn auto in de wijk parkeert. Maar als je mensen dan laat zien hoe het ook zou kunnen, als ze met z'n allen meer zouden fietsen, wandelen, hè, wat heel veel van de ritten die we maken op korte afstanden kunnen prima per fiets of wandelend gemaakt worden, dan vinden mensen dat er fantastisch uitzien. Dan heb je groen in je wijk en dan kunnen kinderen veilig op straat spelen. Alleen ja, die situatie hebben we niet. En ik denk dat vooral die transitie van wat we nu hebben naar wat we kunnen krijgen, dat dat lastig is. Want in die transitieperiode heb je die voordelen nog niet. Omdat je nog niet iedereen in één keer die grote stap gaat maken. Maar het is helemaal waar dat als we echt een duurzame samenleving willen realiseren, dat we niet alleen moeten inzetten op iedereen een elektrische auto krijgen in plaats van een auto op gas of Ja. benzine. Uit het energieonderzoek, wat was het belangrijkste advies wat je daar hebt uitgehaald? Wat is het maar? Grote vraag. Nou, oh, dan moet ik het in heel kort samenvatten. Nou, vooral dat we de transitie naar een duurzaam energiesysteem heel goed mogelijk is. En dat we bij de keuzes die we maken op korte termijn ook rekening moeten houden met hoe het systeem op de lange termijn eruit zou moeten zien. Dat is één, hè, want anders maak je nu keuzes die de keuzes op de lange, die je op de lange termijn zou moeten maken tegenwerken. Dus dat moet je zien te voorkomen. En daarnaast hebben we gezegd, het is heel belangrijk om een heel duidelijke visie te hebben, zo een wenkend perspectief, iets dat mensen
iedereen, mensen in brede zin, hè, consumenten, maar ook bedrijven, zien waar we naartoe gaan, zodat ze ook daar rekening mee kunnen houden met de keuzes die ze maken. Dus nu niet verkeerde keuzes maken waar ze later last van krijgen. En daarbij ook laten zien dat het niet alleen maar komma en kwel is, maar dat de toekomst ook gewoon heel mooi kan zijn. Want dat gebeurt nu heel vaak, dat mensen denken van oké, we moeten een duurzame samenleving realiseren. Oh, en dan niks mag meer. Dat zeggen sommige populisten ook. Je mag niet meer in de auto, je mag niet meer vliegen, je mag niet meer barbecuen, je mag geen gehaktballetje meer eten. Maar dat is een heel beperkt weergave van het verhaal. Want het betekent inderdaad dat bepaalde dingen minder zullen worden, maar de andere dingen worden veel beter. Dus de leefomgeving zal veel groener worden, we zullen gezonder zijn, het zal veel fijner zijn om buiten te zijn. De gezondheid wordt beter omdat we bijvoorbeeld minder fijnstof hebben. En we hebben laatst in een onderzoek een video die de Jonge Klimaatbeweging heeft ontwikkeld voor het toekomstige levensstijl in 2050. Heb ze een videootje gemaakt van hoe kan ons leven er dan uitzien? En die video is gebaseerd op input van jongeren zelf. En daarbij staat bijvoorbeeld dat we minder auto rijden, minder vliegen, minder vlees eten. Maar ook dat onze wijken veel groener worden, dat we meer fietsen en wandelen. En dat toekomstscenario werd heel erg positief beoordeeld door mensen. Door verschillende, ook door representatieve steekproeven van Nederlanders. Dus als je mensen laat zien van zo ziet, kan de toekomst eruit zien. Dan hebben mensen ook een idee van, oh, maar dat heeft ook heel veel positieve aspecten. En dat betekent niet alleen maar dat ik allemaal dingen niet meer mag. Ja, voor mij, dat klinkt altijd als een soort verschuiving van welvaart naar welzijn. Ja. En dus we zijn gewend om te denken in welvaart, dat het succes is. Dat we, als we welvaart hebben, dat we dan succesvol zijn. En wij zijn het derde welvarende land van Europa. Hè? Dus we zijn daar ook nog heel gelukkig bij. Terwijl, als we ons zouden concentreren op welzijn, wordt het een stuk eenvoudiger om te voldoen aan nou, de 1,5 graad bijvoorbeeld, of energie of grondstoffen. Het wordt een stuk eenvoudiger om dat te organiseren. Illustratie van mezelf. Ik ben bezig met een plan voor. We hebben een kavel op een nieuw terrein in Doetinchem. Wat een hele groene wijk. Dat wordt de meest groene wijk van Doetinchem. Hè? Dus daar ben ik heel blij mee. En het is, en alles zie je: een groene aankleding van een huis, duurzame grondstoffen, bouwstoffen, een groene tuin. En, ik wou zeggen maar beter is en, twee parkeerplekken op je eigen terrein. Ja, nou, dat is niet te groen. Bijzonder. Ja, je mag dan niet op. Ja, dat is de bedoeling is natuurlijk dat ze dus willen geen auto's op straat hebben. Dat snap ik wel, dat stuk. Ja. Maar we hebben maar één auto. Dus waarom moet ik in godsnaam twee parkeerplekken maken, bijvoorbeeld? En misschien wil ik straks helemaal geen auto meer. Dus waarom moet ik dan nog überhaupt een parkeerplek? Dus het neemt ruimte in mijn tuinbeslag, waar het helemaal niet van waarde is. Wat helemaal. Ja. Ik dacht, ja, hoe moet ik hier nou mee omgaan? Hoe moet ik hier nou verweer opgeven? Of hoe kan ik dit nou organiseren? En ik heb daar nog niet de antwoord op. Maar dat zijn dan dingen die ik niet zo goed begrijp bij dat soort besluiten van een gemeente om een plan zo op te zetten dat als je de groenste wijk, dan zou ik zeggen, oké, verban dan zoveel mogelijk de auto uit die wijk, want dan heb je daar. Maar dan wil waarschijnlijk niemand in eerste instantie wonen. Want ja, hoe kom ik dan bij mijn huis als ik geen auto bij mijn wijk mag hebben? Ja, nou ja, er zijn wel mensen zonder auto natuurlijk. Gelukkig. Ja. Nee, maar terugkomen op wat je zei over welvaart en welzijn. Dat is een heel goed punt. Vooral ook omdat mensen vaak denken dat hun welzijn, dat groter zal zijn als ze meer geld hebben, meer spullen hebben. Terwijl onderzoek blijkt dat dat helemaal niet het geval zijn. Als je iets nieuws hebt, word je er heel kortstondig iets gelukkiger van. En dan, dan is hetzelfde niveau als wat je eerder had. Dus zo belangrijk is dat niet voor je welzijn. Terwijl tegelijkertijd vaak wordt gedacht, als je duurzaam handelt, dan wordt je welzijn ingeperkt. Want het is duurder of minder plezierig. Terwijl onderzoek laat zien, en echt verschillende onderzoeken, dat duurzaam gedrag juist heel vaak bijdraagt aan een hoger welzijn. Niet zozeer omdat het heel plezierig is, maar vooral omdat het betekenisvol is. Omdat je iets doet wat bijdraagt aan een groter goed.
En iets goeds doen voor een ander of iets goeds doen voor het milieu, geef je een warm gevoel, hè? Geef je een warm glow, noemen ze dat ook wel. Maar voel je, daardoor voel je je goed en het kan je geluk bevorderen. Dus ja, dat soort aspecten wordt ook heel vaak onderschat. Dus het is ook belangrijk om je te realiseren dat duurzaam zijn niet betekent dat je super ongelukkig wordt. Nee, ik snap hem helemaal. Hè. Dus zoals je al zegt, dat bijvoorbeeld dat wandelen, dus van de auto overstap naar het wandelen en fietsen. Dus doordat je buiten bent, zit je in de buitenlucht, je beweegt, dat is gezond, je beweegt de endorfines. En dus zijn allemaal dingen die in je systeem gebeuren. Je ademt frisse lucht in. Dus er zitten heel veel dingen die gebeuren. Nou, je had het over fijnstof. Dat is drie fases verder, zeg maar. Gewoon de directe impact alleen al van het buiten zijn. Dat heeft zoveel invloed op je gemoedstoestand. Ik wil nog even terug naar, want dat speelt altijd in mijn hoofd. Soms ga ik van de hak op de tak, maar ik even terug naar dat IPCC-rapport. Ja. In relatie, even opbouwen. Hè. In relatie, ik had gisteren een gesprek met Frank Landman. En Frank is iemand die erg bezig is met de SDG's en de IDG's. Sustainable Development Goals, Inner Development Goals. Inner Development Goals ben ik zelf ook heel actief mee. We zitten in een team, we organiseren bijeenkomsten. Maar de SDG's, dat is het fundament waar het om draait. We weten allemaal wat het gaat. SDG 2030, die de doelen allemaal halen. Waarschijnlijk niet gerealiseerd. Maar wat hij zei, wat ik de laatste tijd zie, de laatste anderhalf jaar, is een enorme toename van heel veel negatieve opmerkingen over de SDG's. Hè? Dus de Sustainable Development Goals wordt gezien als iets wat opgelegd vanuit bepaalde instanties, er zitten soort complotdingen achter, de World Health Organization, de WEF, dus allemaal dingen worden aangehaald. Dus er zit steeds meer negatieve sentimenten, wat je al zei, die mensen aan de ene kant die heel erg luidruchtig zijn. Hoe ervaar jij dat in jouw werk met het IPCC? Zie je daar ook steeds meer negatieve sentimenten of hoe zie je dat? Nee, wat ik vooral interessant vond over SDG's en duurzaamheid of klimaatverandering tegengaan, is dat vaak wordt gedacht dat als je beleid voert om klimaatverandering tegen te gaan, dat het ten koste gaat van andere SDG's. Hè? Arme mensen worden getroffen, dus niet rechtvaardig of iets dergelijks. En wat uit de analyses blijkt, is dat de meeste opties die bijdragen aan het verminderen van klimaatverandering ook positieve effecten hebben op andere Sustainable Development Goals. Dus dat het niet een kwestie is van ik moet kiezen of, maar dat het juist en. En als je klimaatverandering tegengaat, heeft dat juist ook heel veel positieve gevolgen voor mensen, voor kwetsbare groepen. En dat kunnen lagere inkomensgroepen in Nederland zijn, maar ook mensen in ontwikkelingslanden. Die hebben daar heel veel baat bij. Dus zullen veel minder mensen honger hebben als we klimaatverandering tegengaan. Zullen veel mensen zullen een beter leven hebben, meer hoe noem je dat? Een inkomen wat voldoende is om op te leven, is de kans veel groter als je klimaatverandering tegengaat. Dus die twee kunnen heel goed samen. En dat is ook een belangrijke boodschap, want het wordt heel vaak geponeerd van, oh, dat is nu ook in onze discussies, in de politieke discussies in Nederland. Als we klimaatbeleid voeren, nou, dan worden de arme mensen worden dan heel erg getroffen. Ja, dat hangt er vanaf hoe je klimaatbeleid voert. Je moet zeker zorgen dat je kwetsbare groepen helpt om die transitie door te maken. Maar die kwetsbare groepen zijn ook het meest kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Als je in een heel slecht geïsoleerd huis woont, dan heb je met een hittegolf heb je een veel grotere kans om daar last van te krijgen, of om eraan te overlijden zelfs, dan als je in een goed geïsoleerd huis woont. Dus heel veel maatregelen hebben juist ook positieve gevolgen, juist voor kwetsbare groepen. Ja, je ziet nu in de huidige politieke sentiment, er is veel gedoe rondom migratie. Het is. Immigranten, en dus het asielcrisis werd het nu genoemd. Hè? Dat is het meest recente term die naar voren kwam. En we zijn bang voor mensen die in ons land binnenkomen en die profiteren van onze rijkdom. Dat is een beetje het gevoel wat daarin heerst. Hè? We houden vast aan onze cultuur en onze waarden en onze rijkdom. Die mensen die zijn potverterers, die willen daar gebruik van maken. En wat je al schetst, hè? Dus terwijl als wij als Nederland bijvoorbeeld, Europa,
ons druk zouden maken over klimaatverandering, dan zou er al veel minder migratie zijn. Want veel mensen worden gedwongen tot migratie omdat het zo warm is en geen producten meer kunnen groeien, omdat ze niet meer kunnen aan landbouw kunnen, omdat er dieren zijn, nou ja, minder zijn of vertrokken zijn. Dus ja, ik snap dat helemaal wat je zegt. Ik kan het helemaal begrijpen. Als we dat soort dingen zouden veranderen, het klimaat, zou het juist een positief effect hebben op migratie. En daar ben je eigenlijk voor. Dus laten we alsjeblieft die maatregelen treffen, denk ik dan. Ja, plus met heel veel migratie in Nederland is arbeidsmigratie. Die mensen werken in de landbouw, Oh ja, ook nog, bijvoorbeeld. ja. Dus als je migratie wil tegengaan, dan kun je ook de landbouwsector inkrimpen. En dan vooral de vervuilende sector. En dan heb je ook een win-win situatie. Goed voor migratie, als je dat een belangrijk issue vindt, en goed voor het milieu. Dus die dingen hebben allemaal met elkaar te maken. En daarom is het ook heel belangrijk om meer een systeemperspectief te hanteren. Want als je maar aan één dingetje, een knopje draait, dan kan er op andere onderdelen weer van alles gebeuren die je tegengaan. En het is goed om te zoeken naar oplossingen die meerdere benefits hebben, voordelen hebben. En dit is dan één voorbeeld, maar het is ook heel belangrijk als je binnen het klimaatsysteem kijkt, dat je zoekt naar oplossingen die helpen om klimaatverandering te verminderen, maar ook die ons helpen beschermen tegen de gevolgen die al optreden. Dat we niet bijvoorbeeld opties kiezen die goed zijn om klimaatverandering tegen te gaan, maar waardoor we ons niet meer goed kunnen beschermen. Waardoor er bijvoorbeeld meer overstromingen komen en dat we ons dan niet meer kunnen redden. Dus de samenhang tussen verschillende beleidsopties bekijken en zoeken naar win-win, die zijn er heel veel, dat is ook belangrijk. Jij werkt in een universitaire, hoogopgeleide omgeving. En dus je zit in een wereld van dat soort mensen. Ja, precies. En wat ik ervaar, en ik weet niet of het correct is, maar daarom breng ik het naar voren, is dat je bij veel mensen ziet, zeker die toch minder energie besteden om bijvoorbeeld zich te verdiepen in dit soort onderwerpen, dat zij sneller vallen voor leugens die verspreid worden om te laten zien dat ding niet kloppen. Dus nu recent was er de berichtgeving rondom de enorme regenval in Dubai. Dus waarschijnlijk werd er dus gemanipuleerd. Dus we hebben regenval gestimuleerd en dus ontstond een heel heftige regenval. En dus ontstond er een geluid dat dus waarschijnlijk, kijk, klimaat wordt beïnvloed door mensen om ons te laten geloven dat klimaatverandering een issue is, terwijl het helemaal geen issue is. En ik zie mensen, waaronder mijn vrouw, die zegt, oh, maar zou dat waar kunnen zijn? Dus je ziet een soort twijfel ontstaan bij die mensen op een informatie die helemaal niet correct is. En jij zit aan die hele theoretische kant. Hoe belangrijk is het om deze kennis. We zijn nogal gericht in Nederland op kennis, laat ik het zo zeggen. Dus we willen graag mensen kennis geven. Maar hoe belangrijk is dat om die mensen mee te nemen in de kennis? Of zijn er andere manieren? Of is het een ander principe waarop we die mensen kunnen meenemen? Ja, kan ik twee dingen over zeggen. Allereerst, hier zit ook heel vaak een hele lobby achter. Jan-Paul van Soes heeft er een boek over geschreven in Nederland, De Twijfelbrigade. Heette dat, geloof ik, maar Oreskes, een Amerikaanse hoogleraar, heeft er ook iets veel over gepubliceerd. Merchants of Doubt noemt ze dat. En dat basisidee, en daar is evidentie ook voor, dus het is ook aangetoond, is dat er allerlei belangengroeperingen die belang hebben bij het huidige systeem, heel systematisch informatie verspreiden om mensen aan het twijfelen te krijgen. Dus wat ze doen, we weten het nog niet zeker. We weten het nog niet zeker. En als we het niet zeker weten, dan kunnen we beter niks doen. Omdat we, ja, dan zou je het ook voor niks kunnen doen. Dus het leidt tot een vertraging in de besluitvorming. En Oreskes heeft het laten zien dat het met roken heel erg is gebeurd.
En ze laten nu zien, en Jan-Paul van Soest laat het ook zien, dat je met klimaat hetzelfde ziet gebeuren. Ook twijfel veroorzaken. Dus daar zit echt een lobby achter. En de lobby is er vooral op gericht zorgen dat er geen ingrijpend beleid wordt gevoerd wat die belangengroepen zou schaden. Nou, het andere wat ik erover kan zeggen is dat kennis is heel belangrijk. Maar is nooit doorslaggevend, of bijna nooit de doorslaggevende factor waarom mensen iets doen. Dus het heeft ook niet heel veel zin om mensen heel uitgebreid te informeren over hoe het klimaatsysteem werkt en waarom de temperatuur daar hoger is en daar lager. Al die details zullen er niet toe leiden dat mensen meer duurzaam gedrag vertonen, omdat vaak heel andere factoren ook een rol spelen, ook een barrière zijn voor duurzaam gedrag. Dus sommige kennis is wel belangrijk. Als je niet weet dat vlees slecht is voor het klimaat, hè, of als je niet weet dat er een hele goede openbaar vervoerverbinding is om naar je werk te gaan. Ja, dan zul je daar geen gebruik van maken. Dus dan is kennis wel belangrijk. Maar daarnaast moet je ook kijken, zijn er andere barrières die ik moet wegnemen? Als ik wel weet dat er een openbaar vervoerverbinding is, maar ik doe er 4 keer zo lang over, dan zal ik het nog steeds niet gebruiken. Dus dan moet je ook zorgen dat die kwaliteit van het openbaar vervoer verbetert. Dus kennis is belangrijk, maar niet de enige factor die een rol speelt. Er zijn dus wel van die heel veel lobby's gaande om mensen aan het twijfelen te brengen over klimaatverandering. Maar als je dus weer kijkt in opinieonderzoek hoe mensen denken over klimaatverandering, of ze zich zorgen maken over klimaatverandering, of ze denken dat het nu al toe al optreedt, dan zijn er hele grote, grootste groepen die zich daar zorgen over maken, die nu al ervaren dat er negatieve consequenties zijn. Dus zo groot is de impact ook weer niet, dat iedereen er nu aan het twijfelen is geslagen. En zo zie je maar weer dat het ook bij mij zo'n gevoel oplevert wat niet correct is. Nee, maar om ook een voorbeeld te geven. Toen Trump voor de eerste keer verkozen was, deden wij net daarvoor een onderzoek in Amerika. Dus we hebben dat een aantal keren daarna, periodes daarna, nog een keer herhaald om te kijken wat er gebeurde met die publieke opinie in Amerika. En Trump staat bekend als een climate skeptic, hè? Iemand die klimaatverandering en nou niet bagatelliseert of zelfs ontkent. En het idee is dan, oh, maar de mensen die op hem stemmen zijn het dus ook, hè? Want die vinden hem leuk omdat hij klimaatverandering ontkent. Maar zelfs onder Trumps, de mensen die Trump gewoon leuk vinden of op gestemd hebben, of in ieder geval die hem ondersteunen, die grootste groep van zijn kiezers, die gelooft dat klimaatverandering optreedt en dat dat negatieve consequenties heeft. Dus we denken ook heel vaak, oh, als je Trump stemt of op Wilders stemt of de BBB, dan vind je klimaatverandering niks. Maar zo simpel is het niet. De overgrote meerderheid gelooft daarin en maakt zich er zorgen over, maar maakt zich ook zorgen over andere dingen waardoor ze op die partijen stemmen. Wat is nu voor jou op dit moment en naar de toekomst toe het belangrijkste waar je in bezig bent met in je werk? Oeh, verschillende dingen. Ik ben heel erg geïnteresseerd in wat nou maakt dat mensen hun leefstijl willen aanpassen in plaats van alleen maar losse dingetjes, hè, minder auto rijden of minder vliegen. Maar wat maakt nou dat ze over de hele breedte veranderingen zouden willen? En wat zou er moeten gebeuren voor hun om die veranderingen aantrekkelijk en mogelijk te maken? Een ander iets waar ik heel mee bezig ben, waar we mee begonnen, hè, de transitie is niet een kwestie van of, maar en. Iedereen moet iets doen. Dus we zijn nu ook onderzoek aan het doen wat mensen motiveert in hun rol als consument, maar ook als werknemer bijvoorbeeld, of in hun rol als iemand die bij de overheid werkt. Wat motiveert hen dan om duurzamer te handelen? Omdat je dan kunt zien waar de barrières zijn bij al die groepen en hoe waarschijnlijk is dat het hele systeem verandert. Want als een bedrijf verandert, ja, dat gebeurt alleen maar als alle werknemers in het bedrijf ook een steentje bijdragen. Ja, daar heb ik twee dingen op dat laatste. Je ziet dus dat als je kijkt naar
de benadering van de mens op dit aspect is vaak vanuit de consument. Alsof de enige rol die we hebben de consument is. Maar we hebben veel meer rollen, wat jou schetst. We zijn werknemer, we zitten misschien in de politiek, we zitten in een vereniging. We hebben zoveel rollen waar we een rol waar je dat, die gedachtegang in kunt brengen. Dus het is veel plekken waar je invloed kunt hebben op dat, op die verandering. Ja. En het tweede, wat ik wou zeggen, dat ben ik vergeten. En de inner development goals. Eigenlijk is dat precies de essentie waarom die zijn gestart. Want als we namelijk kijken van, hè, dus de externe transities start bij de innerlijke verandering van de mens. Dus als we kijken naar hoe kunnen we die mensen op een andere manier hun vaardigheden laten ontwikkelen die van belang zijn. En ze hebben 23 vaardigheden gedefinieerd die het meest belangrijke zijn daarin. Dan maak je als mens transitie, maar ook dus in een bedrijf. Want als meer mensen in de organisatie van, dan verandert die organisatie dus ook. Ja, bedrijf, dan kun je ook organisatie zeggen. Of een school. Dus dat is super interessant. Ja, en heel belangrijk, omdat mensen er heel vaak niet zo over nadenken. Dat ze ook als werknemer dingen kunnen doen. Of het nou een overheid is of een bedrijf. Daar kun je ook invloed uitoefenen op hoe duurzaam het is. Je hoeft niet af te wachten tot er de CEO bepaalde richtlijnen uitvaardigt. Maar je ziet ook dat bottom-up initiatieven in een bedrijf, dus werknemers die zelf bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe kunnen wij ons bedrijf helpen verduurzamen, dat die tot stand komen. En op die manier kun je heel veel invloed uitoefenen. Dus niet alleen door op je bedrijf, dus mensen zoals wij, dat we de lampen uitdoen of de computer uitdoen als we weggaan, maar dat je bijvoorbeeld ook andere investeringsbeslissingen gaat maken. Ik wil nog één ding hierover zeggen, is dat een voorbeeld, een hele mooie illustratie hiervan. Ik had een gesprek met Barbara Holzner en zij is nu directeur van een klein consultancybedrijf in Duitsland, Icondo heet het. En haar vader heeft het opgericht. En zij was eigenlijk van plan om ontwerp, design te gaan studeren. Dat heeft ze ook gedaan, maar ze wil daar ook haar carrière in ontwikkelen. Eigenlijk niet in dat bedrijf van haar vader komen. Maar toen is ze begonnen met het ontwerp van het logo van het bedrijf. En is ze in het bedrijf een beetje blijven hangen. En in die tijd was een van de medewerkers, een van de collega's van haar vader, die was naar haar vader gestapt. Die zegt, ik heb eens uitgerekend hoeveel uren ik nog heb aan mijn werkzame leven. Dus, zeg maar, volgens mij dat was 80.000 uur, zeg maar even. Dus dat was 80.000 uur in haar werkzaam leven wat ze nog te gaan heeft. En ze zegt, ik wil er iets zinvols mee doen. Dus ik wil heel graag aan de slag met klimaat, met milieu. Wat kunnen wij daarmee doen? Wat kunnen we in onze organisatie daarmee gaan doen? En zo zijn ze daarmee begonnen. Zo hebben ze steeds meer onderzoeksvraagstukken en ook software ontwikkeld om simulaties te maken rondom de SDG's in het verhaal, maar rondom klimaat, rondom andere gedachtegang. Dus zo zie je maar dat één medewerker, in dit geval een klein bedrijf van 7 mensen in totaal, zo'n impact kan hebben om dit naar voren te brengen. Ja. Ik vond het een supermooi voorbeeld. Ja, ja nee, maar dat is iets waar we veel meer aandacht voor zouden moeten hebben. Ja. Er is nog één ding, want het is natuurlijk. Rijntjan heeft het daar vaak over het consumentengedrag. Hè? Bijvoorbeeld, dan lopen ze de winkelstraat, tenminste dat zijn beelden die ik in mijn hoofd heb van hem, voordat ik uit, is dan lopen ze de straten van Amsterdam, de winkelstraat, en dan zien ze hoeveel spullen, hoeveel kleding mensen kopen. Met name kleding gaat het dan over. En terwijl dat dus echt verschrikkelijk slecht is voor de wereld, voor het milieu, voor mensen. Het is niet ingewikkeld om zelf minder kleding te kopen, om bijvoorbeeld zelf juist bijvoorbeeld tweedehands kleding te kopen of gewoon met veel minder kleding te doen. En tegelijkertijd worden we gebombardeerd met berichten over nieuwe producten, nieuwe kleding. Zo moet je eruit zien. Dit is de status, zo zie je er succesvol uit. En datzelfde geldt bijvoorbeeld met eten, want ik zat te denken aan een nieuw boek van Teun van de Keuken, precies hetzelfde, we worden bombardeerd met berichten om eigenlijk niet gezond te eten. En dus eigenlijk zijn we als mens niet sterk genoeg, denk ik dan, dat is een beetje het gevoel wat ik daarbij krijg, om al die informatie die tot ons komt op die manier via media, ja, om daar zo sterk tegen te zijn dat we werkelijk volhardend zijn in ons gedrag, wat goed voor ons is.
Ja, het is ook een kwestie waar we het eerder over hadden, dat je gewoon de hele tijd nog verkeerde prikkels krijgt. Want de reclame zet ons aan, heel veel reclame, niet alle, zet ons aan tot onduurzaam gedrag. Dus meer kleding kopen, vlees kopen, vliegreizen maken. Er wordt heel veel reclame voor gemaakt. De cruises maken, ook allemaal slecht voor het milieu. Dus die prikkels die sturen ons nog de verkeerde kant op. Dus als we echt duurzaam willen worden, moet je mensen helpen om die duurzame keuzes te maken en die verkeerde prikkels weghalen. En dat zegt Teun van de Keuken ook in zijn boek, hè, dat we moeten gewoon zorgen dat het aanbod aan gezonde producten in de supermarkt veel groter is en niet wat er was nu 80% is bewerkt en ongezond. Als we die balans verschuiven, wordt het ook gemakkelijker, normaler om meer duurzame keuzes te maken. Dus daar moeten we ook zeker naar kijken. Ja, dus bijvoorbeeld, wat je ook al een paar minuten zegt, het steunen van organisaties die actie voeren door bijvoorbeeld rechtspraak aan te spannen rondom reclames die misleidend zijn. Dat zijn dingen die we, als je iets extra's wilt doen, hè, dat is niet alleen maar je eigen gedrag met je aanpassen, maar je iets extra's wilt doen waardoor we als maatschappij veranderen, dan zijn dit dus dingen die we kunnen doen. We kunnen de straat op gaan met Extinction Rebellion. Hè, dat is een kortstondig effect, dat snap ik wel. Maar dat wordt natuurlijk wel de politiek beïnvloed, dat is prima. Maar dit zijn hele belangrijke elementen waar je met een kleine bijdrage met elkaar iets kunt organiseren, wat ons uiteindelijk heel veel gaat opleveren, omdat het gedrag, zeg maar, ons gedrag wordt het goede gedrag wat ondersteunt, laat ik het zo zeggen. Ja, en dit gedrag leidt ook, draagt bij aan systeemveranderingen. Hè? Dat we de keuzesituaties waarin wij opereren, dat die gaan veranderen. En we hebben laatst onderzocht in welke mate mensen dit doen in de circulaire economie bijvoorbeeld. Hè? Dus of mensen meer spullen delen, dat circulair gedrag, of meer afval scheiden tot het eind. Of minder spullen kopen. En dan blijkt dat juist dit soort dingen, met elkaar daarover praten, gaan demonstreren, proberen organisaties te veranderen, dat heel weinig mensen dat nog doen. En ik denk ook mede omdat mensen helemaal niet bewust van zijn dat het invloedrijk kan zijn. Linda, ik vond het sowieso super fijn om met je te praten, omdat ik zeg maar een soort weerklank krijg van de dingen die ik al veel lees en zie. Dus dat is, ik krijg een soort positieve bevestiging. En tegelijkertijd heel veel nieuwe dingen over inzichten over dat eigenlijk. De extreme niet zo extreem zijn als we denken. Of dat we al eigenlijk jullie al weten dat eigenlijk de meeste mensen voor zichzelf wel snappen dat het milieu dat het verkeerd de verkeerde kant op gaat. Dat het nog niet eenvoudig is om te veranderen, maar dat over een en. Dus er zitten zoveel elementen in waarvan ik denk, ja, dat is wel een waardevolle aanvulling. Bijvoorbeeld de inzicht over die bruggenberaden, wat je zei. Hè? Dus je hoeft niet per se daar kennis neer te zetten. Die mensen kunnen zelf tot hele goede ideeën komen. Dus ik heb heel veel dingen geleerd. Dus ik vond het heel waardevol. Dank je wel daarvoor. Nou, ik vond het ook leuk, dankjewel.